Nieuwe week, nieuwe goede frek. We gaan weer verder met ons Q&A-format. Dat wil zeggen, jij stelt onze vragen en dan gaan wij die met de hele redactie beantwoorden. Leuk ding is natuurlijk wel van, we zitten net in 2018, dus dan denk je van, nou, zullen we eens een keer vooruit gaan blikken op het jaar? Ja, we doen het eigenlijk elk jaar inmiddels, maar nu ook in goede frek. Waar kijken wij naar uit in deze komende 12 maanden? We gaan het behandelen en met spoiler alert, nieuwe redacteuren. Wow, wow, wow. Here we go. Waar kijken wij naar uit? Super goede frag, Peter. Dank je wel daarvoor. Bedankt voor je bijdrage. Hartstikke goed, hartstikke lekker. Top, ga zo door dit jaar. Red Dead Redemption 2. Wat heb ik daar ongelooflijk veel zin in. Lekker weer terug naar het Wilde Westen. En weer een nieuwe game van Rockstar. En Rockstar is natuurlijk... Ja, je kan het een inkoppertje noemen, maar weet je, je moet de druk ook niet te gemakkelijk bij ze neerleggen dat het weer goed komt. Ik denk het natuurlijk wel, maar ik heb ongelooflijk veel zin in dat spel. Ik heb ook heel veel zin in Anthem. Anthem, kent u die nog? Van die super vette trailer op de E3 van de makers van Mass Effect en van Dragon Age, van BioWare dus. Die met een hele nieuwe IP bezig zijn, daar heb ik ook ongelooflijk veel zin in. En verder ben ik vooral erg benieuwd wat de Switch ons dit jaar gaat brengen. Want eigenlijk heeft Nintendo al zijn grote releases vorig jaar gewoon maar uitgeflikkerd. Wat ze fantastisch veel heeft opgeleverd, 10 miljoen verkochte consoles en zo. Maar ja, wat gaat het komende jaar doen? Komt er een nieuwe Pokémon game? Komt er een Smash Brothers? Komt er een... Ik weet het niet. We weten het niet. We zijn gewoon heel erg benieuwd. En dat betekent ook direct dat ik heel veel zin heb om naar de E3 te gaan samen met Marcel dit jaar. Of tease ik dat nou gewoon voor het eerst? Oh, wat bijzonder. Nou ja, goed. Mag je vergeten, konden we nog wel een keer aan. En er zijn nog wat dingen bij GamersNet waar ik heel veel zin in heb. Maar ja, daar mag ik allemaal niks over zeggen, want het allemaal dikke NDA's getekend met mezelf. Dus dat gaan we nog niet doen. Maar goed, vooral Red Dead Redemption en 2 en Anthem. Heb ik heel veel zin in. De games waar ik in 2018 heel erg naar uitkijk zijn er eigenlijk twee. En er is één ding waar ik heel erg naar uitkijk. De games, laten we daarmee gaan beginnen, dat zijn Kingdom Hearts 3. Ik hoop dat die eindelijk uitkomt. Ik hoorde dat de grap voor mij al gemaakt was. Helaas, ik wilde hem graag zelf maken dat hij in 2130 eindelijk gereleased gaat worden. Het zit dan eindelijk toch aan te komen. 2018 moet het jaar zijn van Kingdom Hearts. Ik hoop het eindelijk, na al die jaren, na al die delays. We gaan het meemaken. En de tweede game is eigenlijk eentje waarbij ik met nogal wat kritiek hier werd ontvangen op de redactie. Want ik wil namelijk heel graag de game We Happy Few spelen. Hij is al een keer in de... Je kon hem al een keer spelen bij de Humble Bundle was het volgens mij in 2016. En toen werd hij niet zo heel erg goed ontvangen. En toen zei de publisher ook van, oh ja, of de ontwikkelaars van, we nemen hem even mee terug en we gaan er even wat aan sleutelen. En ik hoop dat hij dan deze keer in 2018 wordt gereleased en ik hoop dat hij dan heel goed eruit komt te zien. Want het genre zag er heel erg tof uit. Het is een horror survival game en de stijl sprak mij enorm aan. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij ook daadwerkelijk gaat deliveren. Maar we gaan het meemaken. Het andere ding waar ik heel erg naar uitkijk in 2018 zijn toch wel eigenlijk de GamersNet Rebels. Dit is het jaar waarbij we eindelijk helemaal 100% los van de grond komen. We gaan heel erg veel verschillende games hebben met heel veel verschillende teams. We hebben nieuwe teams, we hebben betere teams. Dat was vorige keer nogal een probleem. Ondanks dat het funniveau nog altijd op de 100% lag, werden de resultaten vielen af en toe nog wel een klein beetje tegen. Dat proberen we dit jaar gaan we dat aanpassen. Ieder jaar gaan we weer een stapje hoger. En 2018 gaat daarom echt een prachtig jaar worden. Wat een ontzettend originele vraag. En natuurlijk heb ik erover nagedacht, maar nog niet echt heel uitgebreid. Omdat ik altijd denk, weet je wat, we zien het wel. Er wordt zoveel uitgesteld, ik denk, whatever. Maar stiekem kijk ik natuurlijk wel uit naar een aantal dingen. Sowieso natuurlijk Kingdom Hearts 3. Maar goed, ik hou dan weer mijn hart vast, want waarschijnlijk komt het ergens in 2100 pas uit. Maar waar ik vooral heel erg naar uitkijk, zijn gewoon een beetje de kleinere spellen zoals Mineko Night Market. Vind ik heel erg tof. Het hele idee van de simulatie van die winkel. En 's nachts moet je echt gewoon al je gear bij elkaar verzamelen. Awesome, origineel. Natuurlijk multiplayer Stardew Valley, wat anders. Maar het meeste kijk ik uit eigenlijk naar iets wat lijkt op Stardew Valley, namelijk Spellbound. Dat is Witch Academy meets Stardew Valley. Awesome. En natuurlijk heel erg naar GamersNet. Toffe dingen maken. Wat een ontzettend leuke vraag, stem uit het niks. Ook absoluut niet gewoon Peter die zei, we moeten het over 2018 hebben. En dat begrijp ik ook wel. Het is een beetje standaard voor ons natuurlijk om te gaan kijken wat er allemaal uitkomt. En ik heb vorig jaar al geantwoord dat ik Sea of Thieves heel graag wou zien in 2017. En toen kwam hij niet in 2017, zat er ook een beetje aan te komen. Maar nu komt hij in 2018 dus wel. En dan komt hij heel specifiek in maart al. En nou wil ik zeggen dat ik daar heel veel zin in heb, maar ik heb inmiddels ook een beetje een soort van angst voor die game. Of het wel genoeg is. Want toen ze zeiden van, hey, we gaan Sea of Thieves in maart uitbrengen. Toen dacht ik van, wacht, het is leuk dat die release datum dichtbij is.
Maar we weten nog echt te weinig over de progressie in die hele game. En wat je nou precies kan doen en hoe lang het leuk blijft. Dus daar zit ik een beetje tegenop te kijken. Daar ben ik toch wel een beetje huiverig ook voor, zou ik denken. Maar tegelijkertijd denk ik wel weer van, nou oké, als het iets is en als het dan toch wel lang interessant blijft, dan is Sea of Thieves straks, zo begin 2018, wel echt een ontzettend leuke titel om naar uit te kijken. En ik weet niet, ik denk dat dat een hele gave streamgame kan worden. Maar er zijn ook andere dingen in 2018 die heel tof zijn. Ik hoop heel erg dat PUBG beter uitgebreid wordt en beter geoptimaliseerd wordt. Ik hoorde net Soraya ook al iets zeggen over de multiplayer uitbreiding van Stardew Valley. Dat moet er ook al aankomen, zeker ja. Dus dat denk ik dat dat ook wel heel interessant kan zijn. Maar dat zijn wat kleinere dingen. Als je het hebt over één game waar ik mijn hoop op vestig, dan is het Sea of Thieves. Maar dan wel met een klein beetje fingers crossed. Omdat ik zoiets heb van, het kan ook fout gaan. Maar als het goed gaat, dan gaat het fantastisch worden. Dus dat is hem. De hype. Hype train. Of boot in dit geval. Let's go. Ja, 2018 wordt natuurlijk een ontzettend goed jaar voor PlayStation-eigenaren. Want we krijgen God of War, we krijgen Detroit Become Human. We krijgen Days Gone als het goed is. We krijgen Spider-Man en heel misschien The Last of Us Part 2. En misschien ben ik nog wel games vergeten, maar... Ja, dat zijn gewoon games waar ik sowieso op zit te wachten. Maar ook bijvoorbeeld Kingdom Come Deliverance. Misschien wordt die iets te serieus of iets te realistisch. Misschien gaat die ook wel tegenvallen. Maar dat is wel echt een game waarvan ik denk, oh, die gaat iets uniekers doen. En dat zou ik gewoon heel erg graag willen zien in 2018. Verder nog meer, of nou ja, eigenlijk minder remasters en remakes. Want daar zijn we echt gewoon een beetje klaar mee. Ontwikkelaars, ga een keer nieuwe games maken. En dan ga ik eigenlijk door naar mijn volgende standpunt. Ontwikkelaars, verzin een keer echt iets nieuws. Weet je, een God of War wordt heel erg vet. Een The Last of Us 2 wordt ontzettend vet. Weet je, alle games, alle vervolgen worden gewoon vet. Alleen, ja, weet je, het riedeltje kennen we inmiddels wel. Dus ik hoop gewoon dat er, ja, dat de ontwikkelaars zijn. Misschien indie ontwikkelaars die er dan vooral uitspringen met ja, gewoon totaal nieuwe gameplay, totaal nieuwe gebeurtenissen, totaal nieuwe verhalen. Ga iets meer de unieke kant op. Want, ja, weet je, we kennen het sausje van de games tegenwoordig wel en... Op een moment kunnen games ontzettend vet zijn, zoals Horizon Zero Dawn en Wolfenstein 2. Maar dan achteraf denk ik toch van, ja, het concept kennen we, dus ga iets nieuws doen. Vooral dat. En ik wil een actie-RPG Vikings, shit. Daar zit ik vooral op te wachten. Dus ontwikkelaars, do it. Dat waren ze dan, de games waar wij naar uitkijken in 2018. Waar zijn wij hype voor in de afgelopen... Dat was het dan. Dat zijn de games waar wij naar uitkijken in de komende 12 maanden in 2018. Heb je zelf een andere leuke game of een titel of een gebeurtenis? Misschien wel een console waar je naar uitkijkt? Laat het weten hieronder in de comments. En natuurlijk, we zijn op zoek naar nieuwe goede frags. Dus heb je een interessante, creatieve vraag over games, over ons werk, over onze line of work? Mag allemaal. Als je een leuke vraag hebt voor GamersNet, stel hem hieronder. En wie weet zijn we volgende week terug in Goede Frag met jouw vraag en de antwoorden daarop. Dat was het voor deze week. Tot snel. Bedankt voor het kijken. We zien jullie wel op gamersnet.nl. Dat rijmde, was niet de bedoeling, maar soms gebeuren die dingen. Doei!